Zingt onze Heer in een stralend nieuw lied. Alleluia, alleluia, alleluia. Bezingt ons in een stralend alleluia. Kom, Geest des Heren, kom nu bij ons. Daar waar jij staat, voor Gods gezicht. Bezingt onze alleluia. Geest, Gods troost en Gods kracht, maak alles nieuw, blijf ons nabij. Bezingt onze Heer. Lichtvol van zegen in duisternis, neem alle harten voor u in. Bezingt onze Heer in een stralend nieuw lied. Alleluia, alleluia. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Een zalig Pinkster aan ieder van u. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met ieder van u. Amen. Het was een nieuw begin. De Heilige Geest, de Helper, kwam over de leerlingen. Nu konden zij leven vanuit de verrezen Jezus in geloof en in een diepe verbondenheid met Hem. Vandaag komt de Geest ook over ons. Hij komt in ons wonen en zo kunnen ook wij meer en meer op Jezus gaan gelijken. Laten wij ons tezamen met heel de kerk openstellen voor de goede Geest van God, die de verrezen Jezus vandaag ook aan ons wil schenken. Lava me Domine, lava me. 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 Lavame Domine, lavame Domine, lavame Domine,
me, Domine. Lava me, Domine. Lava me, Domine. Lava me. Broeders en zusters, beleiden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Heer, zend uw geest die vernieuwt wat verstard is en geneest wat gewond is. Heer, ontferm u over ons. Kyrie eleison, eleison. Kyrie eleison, eleison. Christus, zend uw geest die recht maakt wat krom is en verwarmt wat verkild is. Christus, ontferm u over ons. Christe eleison. Christe eleison. Heer, zend uw geest die thuis brengt wat verdwaald is en eenmaakt wat verdeeld is. Heer, ontferm u over ons. Kyrie eleison, eleison. En mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria. Et intera pax hominibus bone voluntatis laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi propter maniam gloriam tuam. Domine Deus, Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Fili Unigenite, Jesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. Gloria. Gloria in excelsis. Qui tollis peccata mundi miserere nobis,
quid olis peccata mundi suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad exteram patris miserere nobis, quoniam tu solos sanctos, tu solos dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum sancto spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. En laat ons bidden. Goede God, van oosten tot westen roept Gij uw volk tezamen. In alle talen spreekt Gij de mensen aan. Wij vragen U, zend over ons uw geest. Leer ons en alle mensen de taal verstaan van uw liefde. Laat allen leven in vrede en eenheid door de kracht van uw Heilige Geest. Dat vragen wij u door ons Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. De eerste lezing is genomen uit de handelingen van de apostelen. Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren alle bijeen op dezelfde plaats. Plotseling kwam uit de hemel een gedruis, alsof er een hevige wind opstak, en heel het huis waar zij gezeten waren, was er vol van. Er verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette. Ze werden alle vervuld van de Heilige Geest en ze begonnen te spreken in vreemde talen, naar gelang de Geest hun te vertolken gaf. Nu woonden er in Jeruzalem Joden, vrome mannen die afkomstig waren uit alle volkeren onder de hemel. Toen dat geluid ontstond, liepen die te hoop en tot hun verbazing hoorde iedereen hen spreken in zijn eigen taal. Ze waren buiten zichzelf en zeiden vol verwondering: maar zijn al die daar spreken dan geen Galileërs? Hoe komt het dan dat ieder van ons hen hoort spreken in zijn eigen moedertaal? Parthen, Mede en Elamieten, bewoners van Mesopotamië, van Judea en Cappadocië, van Pontus en Azië, van Phrygië en Pamphylië, Egypte en het gebied van Libië bij Cyrene, de Romeinen die hier verblijven, Joden zowel als proselieten, Cretenzen en Arabieren. Wij horen hen in onze eigen taal spreken van Gods grote daden. Tot hier deze eerste lezing. Geest van de Heer, kom Gij bij ons. 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 Kom, o Geest des Heren, kom. Uit het hemels heiligdom.
waar gij staat voor Gods gezicht. Geest van de Heer, kom. Geest van kom jij bij ons. Kom der Vader troost, daal neer op ons. Kom wees in onze harten licht. Geest kom jij bij ons. Kom, o trooster, heilige geest, zachtheid die de ziel geneest. Kom, verkweking zoet en mild. Geest van kom jij bij ons. Geest van de Heer, kom jij bij ons. Tweede lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome. Broeders en zusters, zij die zelfzuchtig leven kunnen God niet behagen. Maar uw bestaan wordt niet beheerst door de zelfgenoegzaamheid, maar door de geest, omdat de geest van God in u woont. Zou iemand de geest van Christus niet hebben, dan behoort hij hem niet toe. Als Christus in u is, blijft wel uw lichaam door de zonde de dood gewijd, maar uw geest leeft, dankzij de gerechtigheid. En als de geest van God, die Jezus van de doden heeft opgewekt, in u woont, zal hij die Jezus Christus van de doden heeft doen opstaan, ook uw sterfelijk lichaam eenmaal levend maken, door de kracht van zijn geest die in u verblijft. Broeders en zusters, wij hebben dus verplichtingen, maar niet aan onszelf, om zelfgenoegzaam te leven. Als gij zelfzuchtig zijt, zult ge zeker sterven. Maar als ge door de geest de praktijken van de zelfzucht versterft, dan zult gij leven. Allen die zich laten leiden door de geest van God, zijn kinderen van God. De geest die gij ontvangen hebt, is er niet één van slaafsheid, die u opnieuw vrees zou aanjagen. Je hebt de geest van het kindschap ontvangen, die ons doet uitroepen, Abba, Vader. De geest zelf bevestigt het getuigenis van onze geest, dat wij kinderen zijn van God. Maar als wij kinderen zijn, zijn we ook erfgenamen. En wel erfgenamen van God, tezamen met Christus. Daar wij delen in zijn lijden, om ook te delen in zijn verheerlijking. Dit was de tweede lezing. Laten we recht staan voor het evangelie. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. 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 Alleluia, 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 alleluia.
De Heer zal bij u zijn. Uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Johannes. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: als gij mij lief hebt, zult gij mijn geboden onderhouden. Dan zal de Vader op mijn gebed u een andere helper geven, om voor altijd bij u te blijven. Als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord onderhouden. Mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen en verblijf bij hem nemen. Wie mij niet lief heeft, onderhoudt mijn woord niet. En het woord dat gij hoort is niet van mij, maar van de Vader die mij gezonden heeft. Dit zeg ik u terwijl ik nog bij u ben. Maar de Helper, de Heilige Geest, die de Vader in mijn naam zal zenden, hij zal u alles leren en u alles in herinnering brengen, wat ik u gezegd heb. Tot zover het Evangelie voor ons vandaag. Halleluja, halleluja, halleluja. Alleluia, 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 alleluia. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hebben jullie dat verstaan? Wat wil ik zeggen? Goeiedag. Verschillende taal, andere taal. Zelfs ons voorganger, hij spreekt ook andere taal, Frans. En ik zie in ons midden dat er mensen zijn die misschien nog andere taal, ander dan Frans, Nederlands of Spaans spreken. Maar wij zijn hier samengekomen voor één reden. Iemand heeft ons samen vandaag gebracht om Eucharistie te vieren. Wie was dat? Of wie is dat? En diep is het feest van vandaag. De Heilige Geest. Wij zijn hier van alle kanten van de stad, van de wereld, hier samengekomen om Eucharistie te vieren, dankzij de Heilige Geest. En wij hebben gehoord dat in de eerste Pinksterdag de apostelen spraken talen die mensen van alle kanten van de wereld konden verstaan. Mensen konden hun eigen taal horen en zeggen: ja, wat God gedaan heeft is buitengewoon, is levendgevend. En dat is het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest die ons samenbrengt. En een van de beelden van de Heilige Geest is vuur, brand. Ja. En ik zie dat bijvoorbeeld in de winter, als een vuur is midden hier de grote markt, komen de mensen samen om een beetje te verwarmen.
dat brengt ons samen. Dat is het werk van de Heilige Geest. Hij is vandaag ons samengebracht om Eucharistie te vieren. Maar na de mis, wij blijven niet hier. We moeten naar huis of we moeten naar bezoeken aan iemand brengen. Of wij gaan iets anders doen. Maar wij zijn hier in de kerk geweest om Eucharistie te vieren. Maar wat gaan we doen? De Eucharistie zal gewoon een moment zijn die helemaal gesloten zal zijn met de zegen en daarna niks meer gebeurt in ons leven. Ofwel, er gaat iets gebeuren met ons naar de Eucharistie. De apostelen waren samen, ze hebben de Heilige Geest gekregen en dan gingen zij buiten om te spreken. De Heer is verrezen. Wij hebben Hem gezien. Wij hebben met Hem samen geweest. Wij hebben met Hem gegeten en gedronken. Wat gaan we aan de mensen vertellen die wij tegemoet komen na de mis? Welke feest hebben wij gevierd vandaag misschien? Of waarom ben ik naar de mis gekomen? Wat zal gebeuren na de viering van de Heilige Geest van Pinksteren? Misschien gaan wij niet erover spreken, mondeling. Maar wij gaan daden doen. Wij gaan iets doen voor de mensen. Daden van liefde. Een bezoek aan een zieke mens. Misschien een cadeau brengen aan iemand die jarig is. Misschien een tijd voor om iets te regelen in de familie. Verzoening brengen. En dat zijn de werken van de Heilige Geest. En dan spreken wij ook de taal van de Heilige Geest. En welke taal spreekt de Heilige Geest? Misschien Nederlands? Dat weet ik niet. Spaans? Frans? Welke taal is de taal van de Heilige Geest? De taal van liefde. Dankzij die taal kunnen wij hier samen zijn. Dankzij die taal kunnen wij van elkaar zeggen, ik ken u niet, ik ken misschien niet uw naam, maar je bent mijn zus en mijn broer. In de Heilige Geest. Omdat wij dezelfde taal spreken. De taal van liefde. En dat komt in mijn... Ik herinner me wel een kleine anekdote met de Heilige Geest. Lang geleden was een groep van de zee in Leuven, op bezoek in Leuven. En ze hielden een momentsgebed in ons kapel, Sint-Antonius-kapel bij Damianplein. En een van onze confraters, was gevraagd om de Eucharistie voor te gaan. Maar er waren mensen die Nederlands, Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Kroatisch en van alle soorten taal spraken. En mijn liefde confrater was een beetje in paniek. En hij zei tegen mij, Juan Carlos, welke taal moet ik spreken? En ik zei gewoon, de taal van de Heilige Geest, de taal van liefde. Als je zo spreekt, iedereen zal begrijpen. Als dat zo gebeurt, is Pinksteren goed gebeurd. En we hebben goed ontvangen de gave van de Heilige Geest. Laat ons nu ons geloof belijden.
Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruist en is gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de Heilige, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Broeders en zusters, met Jezus bieden wij dat de Geest, de Trooster en de Helper, ook vandaag mag komen over onze wereld, onze kerk en over onszelf. Kom, Heilige Geest, kom over onze wereld, dat er een einde komt aan haat en geweld, aan oorlog en onderdrukking, dat de muren die mensen van elkaar scheiden, eindelijk worden gesloopt. Laten wij bidden. Lumen Christi, Lumen Gentium, Alleluia. Kom, Heilige Geest, over allen die in nood verkeren. Schenk troost aan wie bedroefd zijn. Geef vrede aan deze wereld. Laat er voor alle mensen toekomst zijn. Menswaardig leven voor iedereen. Laten wij bidden. Lumen Christi, Lumen Gentium, Alleluia. Kom, Heilige Geest, ook over uw kerk en over hen die haar leiden. Over allen die geroepen zijn om vandaag het evangelie te verkondigen. Dat zij woorden van leven vinden voor de mensen van deze tijd. Laten wij bidden. Lumen Christi. Kom, Heilige Geest, over onze gemeenschap, over oud en jong, over zieken en gezonden, over ieder van ons. En wees ook bron van leven voor allen die ons in de dood zijn voorgegaan. Laten wij bidden. Lumen Christi. Trouwe God, gij ziet naar ons om, luister naar ons bidden. Schenk uw geest in onze wereld, aan onze gemeenschap en aan alle mensen. Dat vragen wij u door Christus onze Heer. Amen.
Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van hier zijn heer. God, onze Vader, Gij zendt uw geest en alles wordt nieuw. Gij doet uit de aarde bronnen ontspringen en Gij geeft voedsel voor al wat leeft. Voed ons met het ware brood en geef ons te drinken uit de bron van levend water, die Jezus Christus is, nu en tot in eeuwigheid. Amen. De Heer zal bij u zijn. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal. Aan hen die door de gemeenschap met uw Zoon, uw kinderen zijn geworden, hebt gij op deze dag de Heilige Geest geschonken, om het paasmysterie te voltooien. Hij was met uw kerk op het eerste Pinksterfeest. Alle volken heeft hij de ware God doen kennen. Alle talen heeft hij één gemaakt in de belijdenis van hetzelfde geloof. Vreugde om het paasfeest vervult ons mensen die op aarde wonen. Vreugde vervult de engelen in de hemel, de machten en de krachten die u loven, die u dit lied toejuichen zonder einde. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Sanctus, 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 Hosanna in excelsis. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Hosanna in excelsis. Plenis un celi et terra, gloria tua. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, benedictus qui venit in nomine Domini. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Hosanna in excelsis. Gij zijt waarlijk heilig, onze God, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gave met de dauw van uw Heilige Geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.
Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten, tot vergeving van de zonde. Blijft dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Salvator mundi, alleluia. Alleluia. Qui per crucem tuam et resurrectionem tuam liberasti nos. Alleluia. Expectamus adventum tuum. Alleluia. Zijn dood en verrijzenis in dag de God bieden wij u aan, het levensbrood en de kelk van de Heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus. En wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot eindige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt en heilig volk, met Franciscus onze paus, Jozef onze bisschop en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop door verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de Maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen en met alle heiligen die hierin leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwige leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer, onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. En laat ons bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zit, uw naam wordt geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons in ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaar. En breng ons niet in de beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloven van uw kerk. Vervul uw belofte, geef uw vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heeren zij altijd met u. Broeders en zusters, wens elkaar de vrede.
omnis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Salig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heeren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreken zal gezond worden. Het lichaam en het bloed van Christus bewaren ons tot eeuwig leven. Amen.
Schepper Geest al tot ons neer. Houd Gij bij ons uw intocht, Heer. Vervul het hart dat U verbijt met hemelse barmhartigheid. Gij zijt de gave Gods, de grote troost, de bron waaruit het liefde. Gij schenkt uw gaven zevenvoud, o hand die God ten, o taal waarin wij heffen. Verlicht ons dus, en dat ons zwakke van het verlos ons als de vijand woedt. Geef, Heer, de vrede ons voorgoed. Leid Gij ons woord op dat geen kwaad, geen ongeval ons leven schaadt. En laten wij bidden. Goede God, wij hebben geen woord voor wat diep in ons leeft. En we weten niet hoe wij tot U moeten bidden. Laat Uw geest in ons, Uw onzegbare naam uitspreken. Laat Uw geest ons begeleiden op onze weg naar Uw toekomst. Kom over ons en over alle mensen. Wij vragen het U, door ons Heer Jezus Christus, Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van dezelfde Heilige Geest, God, door de eeuwen en eeuwen. Nog één mededeling. De opbrengst van de collecte van vorige week bedroeg €470. En zoals u weet is die opbrengst bedoeld voor de financiering van de christelijke aanwezigheid in de media. Nogmaals bedankt voor uw medewerking. De Heer zal bij u zijn. En de Heer zal u bewaren. Zegen u de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. En gaat nu allen heen in vrede. Wij danken God. Itemisa est, alleluia, alleluia.